Hoi, hoi, goedemorgen. Leuk dat jullie hier weer zijn. Het is weer tijd voor de donderdag live. Ik ben Diana van Otterwel, onafhankelijke stem en het ding zit in het mooie Gorinchem. En voor deze uitzending konden jullie kiezen tussen twee stempelsets. En dat was de Hey Chuck of de Tuinfluiters. En de Hey Chuck heeft gewonnen. Ja, ja. Hij is ook erg leuk, hè. Ik heb er al iets aan halen, moet ik zeggen. Sorry. Ik had dus eerst een kaart voorbereid met de tuinfluiters. En we gaan een beetje een leuke funfold, eenvoudige funfold maken. Dat is deze. Een verrassing als je die openmaakt, toch? Zo'n leuk vogeltje erin. En dan kun je hem weer dichtmaken. Dus dit is de kaart die we wel gaan maken. En daarvoor heb ik onder andere het kleurenface designpapier gebruikt. Met al die heerlijke, vrolijke kleurtjes. Ja, dit is echt, hier word ik echt blij van deze kleur. Ik hou op zich ook altijd van pastelprinten, maar dit vind ik ook echt, is een goede combi. Ik ben heel blij van. Hoi Ina, goedemorgen. Nou, wat heb ik gebruikt? Ik heb gebruikt een basiskaart in de kleur Lemon Lolly, want dat vond ik nou wel eens leuk om een keer met geel aan de slag te gaan. Bij jullie. En deze is 14,5 bij 21 en die heb ik gerild op 10,5. Dan een basiskaart. Een oplegkaart eigenlijk. En die is 10 bij 14. Dan een stukje wit. Van, ik moet even kijken. 7 bij 7. Deze is niet per se noodzakelijk, maar heb ik even voor deze keer erop gedaan. Zodat mensen weten dat ze hem open kunnen maken. Je kan hem natuurlijk ook gewoon in je kaart schrijven en dan kan je hem gewoon zo laten. En een stukje designpapier. En wat denk je? Nou ben ik vergeten op hoeveel dat ik hem gereeld had. Dat is wat. Ik moet even gaan meten. Jongen, hoe is het mogelijk? Maar dat is al zo opgelost. Goed, een velletje gewoon van 15 inch. En die gaan we rillen op 1,5 inch. Dus dat is zeg maar zo'n 3,8 centimeter. En dat doe je gewoon rondom. 1,5 inch. Helemaal rondom. Dus elke keer een kwartslag draaien. Hi, Yvonne. Goedemorgen. 1,5 inch. Dan heb je dus aan alle vier de kanten parallellijnen. Ja, je kan dat waarschijnlijk zo niet goed zien. Maar dit gaan we vouwen. En dan moet je nog even kiezen wat je als buitenkant wilt. Ik wil deze als buitenkant. Zo. En dan knippen we die vierkantjes, die kleine vierkantjes. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Die knippen we weg. Kan natuurlijk ook snijden, maar... ik gebruik gewoon mijn schaartje. Zo. Valt soms niet mee. Hey Miri, goedemorgen. Dus die vierkantjes gaan er tussenuit. Ik heb het puntje geknipt. Foei. Zo. En ook de laatste knippen we weg. En dat is eigenlijk alles van deze kaart. Want vervolgens gaan we dus elk strookje wat je dus nu over hebt, ga je vouwen. Dus ik vouw hem eerst even naar binnen en dan vouw je deze om tot aan die lijn. En zo doe je dat
alle kanten op. En het leuke is dus dan dat je gewoon allebei de kanten van je decempapier ziet. En dat die kleuren een beetje leuk zo uitkomen. En dan de laatste. En dat is deze. Voilà. En om hem zo dicht te maken, doe je hem net als een doos. Bouw je hem dicht. Maar we gaan natuurlijk eerst nog eventjes een dierkantje ervoor maken. Maar dit komt dus straks op je kaart. Hier zit dan het opstempelen. Een stukje wit. En hier gaan we ook opstempelen. Ik heb jullie helemaal de binnenkant nog niet laten zien, hè? Zijn jullie nieuwsgierig naar de Chuck? Kijk eens. Dit is onze Chuck. Dat is wel leuk, hè? Ik heb hem een beetje stoer gemaakt. Met roze. Met een roze duif. Vond ik wel leuk. Een blauwe oogschaduw. Ja, een stoere Chuck hebben we ervan gemaakt. Maar goed, dat is weer genoeg gekwetst. We gaan even eerst hier de tekst opstempelen. Ik heb gekozen voor It's Your Birthday. Maar er zijn natuurlijk heel veel leuke teksten. You rule the roost. Dus jij bent nummer 1. Top van de kudde, zullen we maar zeggen. Ja, je snapt wat ik bedoel, hè. Rise and shine. Nou, dat kennen we allemaal wel. You've got something to crow about. Je hebt iets om blij over te zijn. Leuk toch? Maar ik vond It's Your Birthday ook erg leuk. Hey jullie, ja, hij is leuk hè. Ik vind echt een Chuck zo leuk. Even kijken, want ik moet meestal een beetje kijken waar het huis moet komen. Dus ik wil rondom hier ongeveer hebben, dus... Ik doe de tekst daar. En dan ook al gelijk dat leuke taartje. Wou ik erop doen. Die heb ik gestempeld met lemon lime twist. Vooral een hele kleur die hier eigenlijk niet in zit. Weet je wat ik doe? Ik doe hem in berry burst. Passen het gewoon een beetje aan. Hè? Krijgen we een roze taartje. Ook leuk. Nou ja, deze kun je dus alvast op de basiskaart plakken. Voilà. Je kan natuurlijk ook nog een beetje een leuk achtergrondje stempelen als je dat leuker vindt, als je hem zo te kaal vindt. Maar ik vond het papier eigenlijk gewoon al zo leuk, ja, dat ik dat gewoon eigenlijk zo wel wilde laten. Dus vandaar deze keer een witte achterkant op de tekst. Ja, het wordt nog eens wat met mij. Nou, dan ga ik Chuck even stempelen. En omdat ik ga inkleuren met de blends, doe ik dat met de Memento zwart. Als ik hem zou inkleuren met watercolor, dan zou ik bestempelen met Stazon. Maar in dit geval kiezen we dus voor de blends. Zo. Nou ja, en dan ga ik hem inkleuren. Dus ik had voor zijn lijf eigenlijk lemon lolly bedacht. Wat ik zelf altijd fijn vind is om eerst alles aan te zetten waar ik het donkerder wil hebben. Zo zie je onder die kraag is het natuurlijk wat donkerder en hier onder zijn vleugel. Aan deze kant zit ook wat meer schuin. Het licht komt hier, dus hier is het lichter. Hey Tony, leuk dat je er ook bent. Even lekker kleuren. Dus hier wil ik het donkerder hebben.
En ik wil die stipjes waar ze serveren zitten, zo gezegd. Wil ik ook wat donkerder hebben. En hier aan die kant. En daarna ga ik er dus met een lichte kleur overheen. En je kan dat eigenlijk niet zo vaak doen als je zelf wilt. Hè? Want hoe meer lagen dat je dat opmaakt, hoe intenser de kleur wordt. Maar meestal hou ik het bij één keer. Maar soms wil je net toch iets meer donkerder hebben. Dan ga je er gewoon nog een keer overheen. En ik kleur altijd met de cirkelende beweging. En je moet ook echt over het donkere heen gaan met je lichte pen. Want dan gaat hij met elkaar vermengen. En dan zie je de aanzetten dus minder. En dat is eigenlijk wat je wilt. Dat het donkere mooi blendt met het lichte. Voilà. Even kijken, dan ga ik zijn pootjes en zijn snaveltje kleur ik met Berry Burst. En deze doe ik alleen al met de donkere. Dit is zo klein als ik daar met twee kleuren aan de slag moet, dan wordt het echt niks. En zijn snavel. Hier nog een stukje. En die kleur ik met een lichte Berry Burst. Zo. En ik wil straks hier ook een beetje een donkere aanzet hebben. Dus hier doe ik eventjes zo een paar strepen. Omdat dat leuk zit. En dan ga ik dan zo meteen met een lichte roze overheen. Met de bubbelbad. Maar eerst doe ik nog eventjes de overschaduw erop met de Azure Afternoon of Azure Afternoon. Zo. En dan ook hier. Ik kleur zelf eigenlijk altijd met de schijfpunt. Daar hou ik ook nog even vertellen. Dit is natuurlijk ook een kwastpunt. Die kan je ook gebruiken voor grotere oppervlakten. Maar ja, ik vind zelf, ja, dat is gewoon hoe ik fijn werk. Werk je liever met andere punt, is natuurlijk even zo goed. Nou, hier. Aan deze kant is het weer wat donkerder. Zo. En dan de lichte eroverheen. Altijd ook over het donkere. En dan zo naar de lichte kant. Want dan ga je hem blenden. En dat ga je zo ook zien bij deze. Dan neem je die donkere kleur een beetje mee. Dan gaat hij echt een beetje mengen. Goed, nu dus hier overheen. Kijk, zie je dat hij gaat. Dan lijkt het net of hij lichter wordt voor je gevoel. Piep ik wel erg, geloof ik. Ligt aan de punten. Want je hoeft dus eigenlijk ook helemaal geen kracht te zetten met kleuren. Het is gewoon echt heel licht. Hoef je die stift maar vast te houden. En zie je hoe mooi dat hij dan uitblendt. Helder, hè? Nee, de blends zijn op alcoholbasis. Dit is, daarom moest ik ook met Memento stempelen. Je moet altijd, zeg maar, als je gaat kleuren met alcoholbasis, moet je een inktopwaterbasis gebruiken. Dan ga je kleuren met waterbasis, dus met aquarel. Dan heb je een inkt op alcoholbasis nodig. Dus, deze zijn op alcohol. Nou, is die nou niet stoer? Ik vind hem heel stoer.
die plak je hier in het midden van je vouwsel. Ik ben zelf groot fan van kleuren met de blends. Ik vind sowieso kleuren leuk, hè? En ik heb echt niet de wijsheid in pacht wat kleuren betreft. Ik ben geen expert, maar ik vind gewoon, ja, de basis in de house. Ja, inderdaad. Maar ja, ik vind gewoon, en ik kleur met alle dingen graag, maar mijn favoriet is wel de blends, omdat die zo mooi mengen. Nou, dit geel plakken we hierop. Ja, natuurlijk alleen op het geel, hè. Dus ik zal hem eerst even dichtvouwen. Dus als een doos. Ik doe deze iets op. En dan vouw je die eronder. En dan heb je dit. Wat hierop gaat. En gewoon, ja, het is eigenlijk een heel eenvoudige layout. Een eenvoudige funnel, maar hij geeft wel... echt een leuk effect. Vind ik. En ik zal gebruiken hier weer zijn papieren. Hier zit leuk alle patroontjes. Ja, ik was hier helemaal blij mee. Ik zag dit trouwens, ik heb het niet zelf bedacht, hè. Ik zag dit voorbij komen bij Karen Tiders. En toen dacht ik, dat is leuk, dat ga ik gebruiken vandaag. Dus vandaar. Is dit de kaart geworden? En als je dus niet wil uitleggen in je kaart dat die open moet, dan doe je er zo'n dingetje nog op. Heb ik bedacht, hè, dat. Maar je kan het ook gewoon in je kaart even schrijven dat ze er even aan moeten trekken. Oh ja, en wat ik ook. Dat heb ik bij die gedaan. Dat vinden wij deze ook wel leuk. Ga ik nog even doen. Is langs een lineaaltje. Even zo'n leuk randje er langs zetten. Gewoon een stippelrandje. En ik doe dat altijd langs een lineaaltje. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon uit de losse pols doen. Maar daar ben ik niet zo goed in. Dus ik gebruik graag mijn lineaal. Want ik vind het leuk als het niet mooi is. Niet mooi recht is. Ah ja, je hebt van die afwijkingen. Zo. Even rondom. Vond ik net de finishing touch. En ik vind dit ook een erg mooie kleur blauw trouwens. De Azure Afternoon. Nou is het af, hè? Zo. En voilà. En je ziet, ik heb hier een ander papiertje gebruikt dan hier, want dan kan je ook het verschil in papiertjes weer zien. Ook erg leuk. Dus dat was de kaart voor vandaag. En voor volgende week heb ik ook weer iets leuks bedacht. Even mijn stickertje eraf. jullie kunnen voor volgende week kiezen uit de Nature Sprints en de Translucent Florals. En ik ben zo blij, hè? Ik had deze al uit mijn kast gehaald, want ik dacht dat die eruit ging. Dus ik had hem opgeruimd. Heel lang geleden, ondertussen, voordat de nieuwe catalogus uitkwam. En toen ging ik eigenlijk zoeken van, want ik had een bepaalde soort stempel nodig voor wat ik hiermee wil gaan doen. Want ik heb al een leuk techniekje gevonden. Tenminste, ik moet het natuurlijk nog uittesten. Maar ik denk dat dat heel leuk werkt. En toen kwam ik deze dus in de catalogus eigenlijk bij toeval. Ik dacht, hè? Maar die heb ik toch? Dus ik in mijn kast kijk en ik denk, nou, waar is het? Waar is die nou? Zat hij in de doos voor de opruiming? Ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet. Gaan we er terug uit? Dus ik ben heel blij. Ik vond dit een erg leuke stempelset en die heb ik veel gebruikt. En ik was eigenlijk heel verdrietig dat hij eruit was. Maar zo zie je, het viel weer mee.
Maar goed, deze komt zo om 10 uur dus op de site. En dan kan je daaronder, onder de foto van deze twee, weer aangeven welke je voor volgende week wilt zien. Dus ik ben heel benieuwd over het wordt. Die ruim ik gelijk op. En aanstaande maandag ben ik met de stempelclub van de maand juli. En dinsdag met de workshop. En dan donderdag weer met een nieuw filmpje. Dus dat is wat je volgende week weer van mij kunt verwachten. Nou ja, heb je vragen, stel ze altijd gerust. Hè. Ik lees altijd alles nog even na. Ja, er zijn natuurlijk heel veel acties vandaag gestart op Stempelup. We hebben de bonusdagen zijn gestart. Dat betekent dat als je voor 60 euro bestelt, dat je een kortingscode krijgt in je mail. En die kortingscode geeft recht op 6 euro korting op een bestelling die je in augustus plaatst. Dus dat is wel leuk. Dan hebben we, er zijn extra nieuwe koopjes in de koopjeshop gekomen. Er is een nieuwe kit uitgekomen, een creatieve kit. Zo'n makkelijk doosje wat je makkelijk meeneemt op vakantie. En er was nog iets. Er was zoveel leuks vandaag. Oh ja, natuurlijk. Zo duur. De online only producten zijn aangevuld. En daar zat een super leuke stempelset in met zo'n American truck, weet je wel. Zo'n pick-up auto zou ik maar zeggen. Zo'n leuke, zo'n jaren 50 model met een pons. Die is al in mijn winkelmandje beland. Daar had ik nou echt naar uitgekeken. Ik denk dat hij heel snel uitverkocht is. Dus mocht je hem willen, twijfel niet te lang. Dat is mijn tip. Nou heb ik wel weer genoeg reclame gemaakt. Hè. Jullie weten me vast wel te vinden. Geef me een duimpje. Delen. Oh leuk, word ik heel blij van. Dank jullie wel voor het kijken en een hele fijne dag. Tot ziens. Doei doei.